Telesuur IT Core Hackathon 2016 is vandaag gestart in het Telesuur Opleidingscentrum, TOC. De ICT-wedstrijd, waarbij met name de jongeren bruikbare apps ontwikkelen, is een gezamenlijke inspanning van Telesuur en het ICT-bedrijf IT Core. Het is de vierde keer dat het Surinaams telecombedrijf samen met IT Core deze inspanning pleegt. Ahmed Nijhorst is voorzitter van de jury Hackathon 2016. Volgens hem kijkt de jury vooral naar de zakelijke kant van de applicatie. De app een concreet businessprobleem op. We kijken van plaats van een idee, hoe is de uitvoering? Heb je werkelijk een werkende app gebouwd die voldoende functionaliteit heeft? We kijken verder ook naar de techniek. Het is ook een programmeerwedstrijd, dus hoe heb je het geprogrammeerd? We kijken naar, het proces. Heb je goed samengewerkt in je team? En we kijken ook naar je eindpresentatie, want uiteindelijk moet je je product verkopen. Ergens aan het einde, na 24 uur hacken, heb je een presentatie van 5 minuten. En in die 5 minuten kan je eigenlijk alles wat je in die 24 uur daarvoor hebt gedaan, kan je maken of breken. Dus we kijken ook naar de eindpresentatie, of je het goed hebt verkocht. Ja, dus wat je ziet, je moet in 24 uur een applicatie ontwikkelen, in teamverband. Vaak is het niet zo dat men eerder met elkaar heeft gewerkt. Dus ik denk dat het moeilijkste is om een werkende app te bouwen. Je krijgt heel kort voor de hackathon start, krijg je het thema. En ik denk het moeilijkste is om vanuit het thema iets te bedenken, iets bruikbaars te maken. En natuurlijk is het ook gewoon, je moet 24 uur opblijven. Dus ook zeg maar, de fysieke gesteldheid gaat een rol spelen. En op het einde moet je nog een hele goede presentatie geven. En ik denk dat dat het meest challenging is. Volgens Telesuur-waarnemend directeur Mike Antonius is de huidige ontwikkeling heel stimulerend voor innovatie en de ICT-sector in Suriname. Volgens hem heeft Suriname meer van soortgelijke evenementen nodig om de informatietechnologie-sector in Suriname een impuls te geven. Over de kwaliteit van de hackathon is Antonius lovend. Immers, zegt hij, het winnend team van Hackathon 2015 heeft ook de hoofdprijs in de wacht gesleept tijdens de Kanto Hackathon eerder deze maand in Puerto Rico. Het is geweest waar er 10 teams aan hebben meegedaan over het Caribisch gebied, waarbij er 4 gekozen zijn en die in Puerto Rico aanwezig waren om dus voor de nummer 1 prijs te gaan. En het team van Suriname heeft het uitstekend gedaan. Het is de eerste keer dat een team uit Suriname de eerste prijs heeft behaald. En sowieso is dat een heel bijzonder moment voor ons. Het geeft alleen maar aan dat de ontwikkeling die we gestart zijn in Suriname op het gebied van ICT, dat het zijn vruchten begint af te werpen. Maar dit is nog maar het begin. Ik geloof dat we in de ICT-sector veel meer kunnen doen. En om die reden hebben we dit jaar ook wederom de hackathon georganiseerd. Maar tegelijkertijd zijn er ook andere organisaties bezig als IT Core die daar een bijdrage aan leveren. We willen van de ICT-sector een bloeiende industrie gaan maken. En daarvoor heb je dus dit soort initiatieven nodig. En is het dan ook een goede recognition dat zo'n team van Suriname op de Caribbean, zo'n Caribbean contest als winnaar uit de bus komt. Ja, ik ben Jurien Amatsehip. Dit is Salmatura. Juri Leo. En samen zijn wij team 404. Wij zijn een hackathon team van vorig jaar aan Telesuur en we hebben die daar gewonnen. Wij zijn daar bij elkaar gekomen en vervolgens, een paar maanden verder, hebben wij de Kanto Code 2.0 gewonnen dat in Puerto Rico werd gehouden. Vishal en ik zijn studenten van UNASAT en Juri van PTC. Juri en ik zijn tevens ook collega's voor Adept NV en vandaar hebben we elkaar leren kennen. En ons doel voor deze hackathon is dat we de floor coaches zijn dit jaar. U zag team 404, winnaar van de Telesuur IT Core Hackathon 2015 en winnaar van de Kanto Hackathon 2016. Daarvoor zag u Telesuur waarnemend directeur Mike Antonius. We spraken hen vandaag bij de opening van de vierde Telesuur IT Core Hackathon 2016. De 24 uur IT-wedstrijd vindt plaats in het Telesuur Opleidingscentrum, TOC.